Ik heb cerebrale parese. En dat houdt in dat mijn hersenen mijn spieren niet goed aansturen. En dat betekent eigenlijk dat ik minder goed kan lopen, dat mijn balans minder is. Sport heeft mij qua functioneren sterker gemaakt, zelfvertrouwen gebracht. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik de persoon ben die ik nu ben. En het heeft mij eigenlijk ook kansen gegeven op maatschappelijk gebied, maar ook op elk gebied. Als iemand aan mij bijvoorbeeld vraagt, wat kan jij niet? Ja, dan zeg ik altijd, er is niets wat ik niet kan. Ik kan alles, alleen dan doe ik het op een andere manier. Met sport laat je zien wat je wel kan. En ik vind dat je altijd moet focussen op het positieve. Als je dat doet, dan is ook het onmogelijke mogelijk.